Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag weer een prachtige zonovergoten dag, waarbij je niet bedenkt dat het al een heel eind in september is. Het is echt zomers en dat het september is zien we dan aan deze oogst van de peren die in volle gang is. Vanuit de satellietfoto zien we ook dat er in onze omgeving amper bewolking voorkomt. Nederland wolkeloos, maar ook het gebied ten oosten van ons heeft volop zon. En datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld de Alpenlanden. We moeten ver naar het Westen om bewolking tegen te komen en bewolking die dichterbij komt, ja, die lost eigenlijk alleen maar op. Het resulteerde vandaag in hoge temperaturen in het zuiden van het land op uitgebreide schaal 27, hier en daar zelfs 28 graden, en ook op de Waddeneilanden temperaturen dicht in de buurt van de zomerse 25 graden. Vanavond blijft het helder. Er kan misschien een keer een wolkenflart overwaaien. Maar verder is het dus inderdaad helder. Met temperaturen die langzaam omlaag gaan. En zo rond de 20 graden uitkomen op een uur of 9. Uiteindelijk in de nacht daalt het kwik wel verder. In het oosten van het land naar een graad of 11. In het westen 15 of 16. Met name dieper landinwaarts kan wat nevel of een enkele mistbank ontstaan. Maar dat lost morgen weer snel op. Dan een enkele plek met een stapelwolk. Maar op de meeste plaatsen heeft de zon echt voluit weer de overhand. Het is wel wat minder warm. 21 tot 24 graden. in de wind kwijtmatig uit het zuidwesten. Dan gaan we de dagen verder kijken. Dan zien we zaterdag van het westen uit toenemende bewolking. Maar daarvoor uit nog zonneschijn en temperaturen van 25 graden of iets meer. Zondag langzaam wegtrekkende eh, buienkans. Eh, eigenlijk al in de loop van de ochtend. En in de middag is het dan vrijwel overal droog. Met de zon er weer bij. Temperaturen liggen dan zo tussen de 21 en 23 graden. Maar maandag is het gewoon weer vol op zomer. Met veel ruimte voor de zon. En 25 graden of meer op de thermometers. De kansen op zomer weer... Maandag zijn ze hoog, maar ook dinsdag, woensdag en donderdag nog een heel grote kans op temperaturen meer dan 25 graden en er is zelfs een behoorlijke kans dat we met de temperatuur aan 30 graden komen. Tropische waarden zover in september. Dat is nog net geen record, maar het is wel behoorlijk bijzonder. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.